De politie in Rotterdam is een internationaal opererende bende op het spoor. Wat ze doen? Rondreizende juwelenhandelaren op ingenieuze wijze beroven. Bijvoorbeeld zo. Een Indiase handelaar levert al jarenlang sieraden aan een juwelierszaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Met regelmaat komt hij langs met een nieuwe collectie waaruit de juwelier een keuze kan maken. Donderdagmiddag 16 juni rond 4:15 is de man er samen met zijn vrouw. Vanwege de vakantie is zij speciaal uit India overgekomen. Zoals altijd zijn we zeer tevreden. Terwijl de handelaar zijn koopwaar toont, is op bewakingsbeelden te zien hoe vlakbij een Volkswagen Passat op de Karel Doormanstraat parkeert. Goed zaken gedaan. Het bezoek aan de juwelier duurt zo'n 1,5 uur. Rond 5:45 is het echtpaar weer terug bij hun auto. Zij zien niet dat zodra ze vertrekken er een man naar de Volkswagen Passat rent. En terwijl de Indiase handelaar hier in zijn Toyota Auris in de richting van het Schouwburgplein rijdt, komt ook de Volkswagen Passat in beweging. Hij moet snel keren om de juwelenhandelaar achterna te kunnen rijden. En blijkt die achtervolging vol te houden tot in Schiedam. Want dit zijn beelden van het Broersfest daar in Schiedam. We zien dat het echtpaar ook een kwartier later nog altijd ongemerkt wordt nagezeten door de Passat. Ook als zij de parkeergarage van het winkelcentrum De Passage inrijden. Het is inmiddels 6:00. De handelaar parkeert op de tweede etage en gaat wat eten halen. Zijn vrouw blijft wachten. Tot zo. Ineens wordt de achteruit ingeslagen. De vrouw wil de sieraden nog redden. Maar door een duw valt ze en verliest ze kort het bewustzijn. Bij terugkomst van haar man zijn de daders er dan ook al vandoor met alle kostbaarheden. Het gezicht van een van hen is nog te zien als hij de parkeergarage uitrijdt. Van Berenpas, ziet allemaal heel strak georganiseerd uit. Ja, we hebben inmiddels 7 van dit soort zaken op juwelenhandelaren geanalyseerd. Die vonden de afgelopen maanden plaats door heel Nederland. In alle gevallen hadden de juwelenhandelaren sieraden bij zich, omdat ze een bezoek gingen brengen aan een juwelier of omdat ze net een juwelenbeurs hadden bezocht. Soms zijn de slachtoffers langere tijd achtervolgd. De daders hebben er ook van in ieder geval perfect getimed. We vermoeden dan ook dat ze pijlbakens onder de auto's van de slachtoffers hebben geplaatst, waardoor ze door zo'n GPS-volgsysteem precies kunnen zien waar de auto's met de juwelen zich op dat moment bevinden. En u denkt dus dat er een en dezelfde georganiseerde bende achter zit? Ja, het lijkt te gaan om een internationaal georganiseerde bende, omdat er soortgelijke zaken bekend zijn in Duitsland, België en Italië. Uit de spoor die tot nu toe bekend zijn, hebben wij reden om aan te nemen dat het gaat om een Zuid-Amerikaanse bende, mogelijk specifieker uit Colombia. We weten nog niet precies hoe ze hun slachtoffers selecteren, maar de bende werkt uitermate professioneel en systematisch. Het is echt om de juwelen te doen en niet zozeer om de handelaren, want ze gaan een confrontatie met de handelaren ook liever uit de weg. Wordt er veel buitgemaakt? In Nederland zijn dus 7 zaken bekend. Die zijn allemaal gepleegd in de periode tussen afgelopen april en september. Dat is niet alleen in de regio Rotterdam. Er zijn ook handelaren beroofd die een bezoek hadden gebracht aan een juwelier in Amsterdam, in Almere, in Venlo en in Utrecht. Daarvan loopt de totale schade in de tonnen. Ja, we pikken er nog een zaak uit. Die staat helemaal beeld. Op dinsdag 5 april, na een bezoek aan toevallig dezelfde Rotterdamse juwelierszaak aan de Kruiskade, rijdt een Italiaanse juwelenhandelaar net na het middaguur weg in zijn gehuurde zwarte Renault Megane. Hij wordt direct gevolgd, nu door een donkerrode Ford Focus. Een eindje verder stopt de handelaar onverwacht even om een telefoontje te plegen. De donkerrode Ford kan niet anders dan hem voorbijrijden. Maar dan blijkt er nog een auto in het complot te zitten.
Opeens duikt deze zwarte Peugeot 208 in de buurt van de Italiaanse handelaar op, die ook weer precies gaat rijden zodra de handelaar verder gaat. Die heeft niet in de gaten dat zowel de zwarte Peugeot en rode Ford Focus hem vanuit Rotterdam blijven volgen, tot hij aan de A29, ter hoogte van Numansdorp, even een stop maakt bij een tankstation. Hier zien we hoe de handelaar met zijn Megane richting de shop rijdt. Achter in beeld volgen de zwarte Peugeot en donkerrode Ford. Zij slaan af richting het parkeerterrein voor de vrachtwagens. Uit de auto's komen drie mannen die hier de Italiaanse juwelenhandelaar in de gaten houden. Een rare situatie hoe ze daar zonder auto bij de pomp staan. Maar hun slachtoffer heeft hen totaal niet in de gaten als hij snel een boodschap gaat doen. Dan lopen de drie vlug door naar zijn onbeheerde auto. Ze lijken even te twijfelen, maar slaan dan onder het oog van parkerende en langsrijdende bestuurders een ruit in. Ze grissen een tas weg en voor er iemand alarm kan slaan, maken ze zich daarmee gauw uit de voeten. Ja, het bleek, ze hebben in de haast de verkeerde tas meegenomen. Ja, gelukkig had deze Italiaanse verkoper zijn juwelen goed opgeborgen in een koffer. En deze koffer had hij met een ketting vastgemaakt in zijn auto. Nou, de daders hebben een tas meegenomen, maar in die tas zat alleen wat kleding van het slachtoffer. Niet zo mooi. Wel mooi ook voor ons is dat ze hier gefilmd zijn. Ja, en natuurlijk zoeken we deze drie mannen. Mogelijk zijn het dus Colombianen. Dader 1 draagt een donkere cap met voorop iets wits, een pak en een schoudertas. En dan dader 2. Zijn gezicht komt in beeld als hij voorbij het slachtoffer loopt. Hij draagt een opvallende driekleurige jas met over de borst lichte banen en een capuchon. En de derde dader die had die tas van het slachtoffer bij zich. Ook zijn gezicht is gefilmd. Hij heeft donker haar dat bovenop wat dunner wordt en hij draagt een zogenaamde houtje-touwtje jas. Ja, hier zien we die mannen nog een keertje bij elkaar. Wie kan er dus meer vertellen over deze bende? Mogelijk zijn ze op dit moment niet in Nederland. Nee, maar we horen wel graag waar ze in ieder geval vanaf april in Nederland hebben verbleven. De afgelopen periode hebben niet meer van dit soort overvallen plaatsgevonden. Dus mogelijk zijn ze nu in het buitenland. Maar we sluiten niet uit dat ze op enig moment weer terugkomen naar ons land. En we willen bij deze dan ook juwelenhandelaren waarschuwen voor deze bende. En u wilt ook een oproep doen aan juwelenhandelaren. Ja, we willen een vraag om even terug te denken aan de afgelopen periodes van april tot nu. Misschien dat mensen zich nu pas realiseren dat hen iets is overkomen dat met deze bende te maken heeft. Dus alle afwijkende of verdachte zaken kunnen ze aan ons melden. En toch even terughalen, er is ook nog één dader gefilmd tijdens die overval op die Indiaanse handelaar. Ja, en dat was de bestuurder van de Volkswagen Passat die de slachtoffers toen heeft achtervolgd. Misschien dat iemand nu die link kan leggen wie hij kan zijn. En daarbij willen we graag in contact komen met bezoekers die op 16 juni in de parkeergarage waren van winkelcentrum De Passage in Schiedam. Het slachtoffer had daar rond 6 uur zijn auto geparkeerd, rond etenstijd. Het was toen best wel druk in die parkeergarage. Maar wat de echtgenoten opviel was dat tijdens de beroving er helemaal geen auto's meer langs reden. En vlak na de beroving juist weer wel. Het kan zijn dat de daders de weg hebben versperd. En als er mensen zijn die dat is bijgebleven, dan willen wij dat heel graag weten. Kunt u helpen? Weet u bijvoorbeeld dus wie deze mannen zijn? Tip dan via 0800 60 70. Mag ook via Meld Misdaad Anoniem. En ook buitenlandse kijkers kunnen natuurlijk tippen. Wilt u vanuit het buitenland een tip doorgeven? Bel dan voor Nederland 31 79 345 9876.